Welkom bij ons stadsjournaal. Straks kijken we even bij de Tom Tom Fair, hebben we wat informatie, maar nu eerst een verhaal van toen. Wonen in een bebo. We woonden eerst in een benedenhuis met een flinke tuin. Het was onze eerste koopwoning in de Vierheemskinderstraat, vlakbij het Zuiderpark. Mijn vrouw Joke kwam met de suggestie om te gaan verhuizen. Wablief? Verhuizen? Daar moest ik echt wel eerst over nadenken. Ze liet zich stilletjes inschrijven bij diverse woningbouwverenigingen, onder andere ook voor Ippenburg. En ja hoor, ze liet de eerste folders genoegelijk in de keuken slingeren om door mij te worden gelezen. Ze kreeg uiteindelijk gelijk. We gingen verhuizen. Het voorlichtingscentrum in Ippenburg werd bezocht. We zagen daar mooi uitgevoerde maquettes opgesteld en kregen hierdoor een goede indruk hoe Ippenburg zich als woonwijk in de toekomst zou ontwikkelen. De kinderen gingen het huis uit. Omdat wij samen overbleven, zochten we naar een kleinere woning. En ergens in een hoekje lag het rapport van de architect Frits Palmboom. Hij was verantwoordelijk voor de invulling van het toekomstige stadsdeel Ippenburg. En hierin kwam voor de passage: de Rijkswijkse landingslaan moest het hart worden van de wijk, de voormalige landingsbaan van het vliegveld Ippenburg. Een rustieke omgeving met aanleg van bomenrijen en waterpartijen. Het sprak ons aan. Aan de hand van de folder viel onze keuze op een beneden-bovenwoning, kortweg bebo genoemd. Maar toen we de folder zagen, dachten we, fraaie indeling van ons appartement. Maar de verkoop liep helaas niet al te best. Jan de Bovry kreeg de opdracht om een modelwoning in te richten, om hierdoor de juiste indeling van de appartementen weer te geven. En op een zaterdag togen wij richting Ippenburg. De bovenwoning was voor ons te groot en het balkon gaf vooral een ruimtelijk gevoel. Het was niet gezellig. Het werd dus de benedenwoning. Het appartementencomplex bestond uit 4 woningen. De landingslaan werd al gauw verbasterd tot landingsbaan. Tante Post had even moeite met bezorgen van post. Stadsdeel Ippenburg begon namelijk met de postcode 24 en Den Haag had 25. Ik herinner mij vooral de heisa om een internetverbinding aan te vragen. Kabel was voor mij geen optie, maar ADSL was een groot probleem. Maar goed, ik kon best wel even zonder, al moest het niet al te lang duren. Supermarkt C1000 was net als de bewoners een pionier. Zomaar in de middle of nowhere een start maken in een noodvoorziening. Ik herinner mij de snackbar ernaast. Het leek wel een museum met al die oude spulletjes als inrichting. Die eerste jaren was het voor ons wennen aan dit fantastische ruimtelijke effect dat de wijk Ippenburg uitstraalde en bij ons heel prettig overkwam. Natuurlijk, om ons heen was er veel bouwactiviteit. Men zag de wijk langzaam groeien tot wat het nu is. Ippenburg had ook zo zijn aanloopproblemen, dat vooral zorg droeg voor negatieve publiciteit. Hangjongeren, snelle brommers en scooters, graffiti, zwerfvuil. Nu zijn die problemen behoorlijk gestabiliseerd. Persoonlijk heb ik wel mijn steentje bijgedragen in de bestrijding van zwerfvuil. De Eendracht als wijkkrant was de nieuwsbron voor de wijk. De krant bracht de problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht. Een gruwel voor de wijk. Maar dit is thans goed onder controle. Chapeau. Negatieve publiciteit over Ippenburg is nu in rustig vaarwater gekomen. Er kwam een fraai zwembad. Het Piet Vink Centrum bruist van activiteit en er kwam een fraaie bibliotheek. Sinds 2002, toen wij als pioniers in Ippenburg kwamen, is het snel gegaan. Samen zijn we nu gepensioneerd. Wat er in de wijk gebeurt, heeft onze aandacht. En zo begroeten we elk jaar weer Joyce, de moeder eend, die al voor de derde jaar gebruik maakt van de plantenbak,
voor haar eitjes. En ook dit jaar weer 10 kleintjes afleverde. Vanuit Sportief Plus zijn we ontzettend trots op het project Den Haag Blijft Staan, waar wij door middel van een 13-weekse cursus senioren voorzien van valpreventie groepstrainingen, waar we senioren trainen op kracht, uithoudingsvermogen en natuurlijk de balans. Wat wij willen met deze valpreventietrainingen is dat mensen van elkaar leren hoe ze om kunnen gaan met het voorkomen van zo'n val. Dus die trainingen zijn belangrijk zodat ze fysiek sterker zijn en zich gezonder voelen op hun oude dag, maar ook dat ze bij elkaar komen en elkaar zien. Dat is belangrijk om te zien wat de mensen doen en ook van hen te horen hoe ze het vinden, hoe ze zo'n training vinden. En ik heb het liefst dat mensen zeggen, gemeente, dit past bij ons, hier leren we van en dan weten we of we dit dan verder kunnen uitbreiden. Want we zijn nu begonnen in een aantal stadsdelen. Hier op Eskamp staan we vandaag, Haagse Hout, Leusduinen. En dit gaan we verder uitbreiden naar alle stadsdelen. Want we willen elk jaar een paar honderd senioren trainen met valpreventie. Dus erg waardevol om net te horen dat mensen zeiden, ja, ik leer best veel en dit helpt. En er komt er nog een vervolg. Ik vind het geweldig. Zeker voor de senioren in Den Haag. En we blijven lekker sportief en proberen niet te vallen. Dus die valpreventie is heel goed. Je blijft er lenig bij. Je gebruikt spieren die goed voor ons zijn. Ik zou dit initiatief zeker bij anderen aanbevelen. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik had er in principe niet aan meegedaan, maar omdat mijn vrouw het deed, vond ik wel dat we samen gaan. Maar het resultaat voor mij is net zo goed als voor haar. Ik heb allereerst gewerkt aan mijn conditie, heeft dat aan meegemogen. En ik had het niet gedacht, maar het blijkt dus dat je evenwicht kan oefenen en het is een stuk beter geworden. Ik zou mijn collega-wethouders in de regio een valpreventietraining voor alle senioren, ook in hun gemeentes, kunnen aanbevelen. Mensen leren veel van elkaar, ik heb het net gezien. En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de senioren langer, gezond, ouder kunnen worden. En ik nodig ze graag uit om een kijkje te komen nemen in de keuken van Den Haag. Tijdens het eerste blok hebben al ruim 100 senioren actief meegedaan tijdens de groeplessen. En wij bereiden ons alweer voor blok 2, waar we op 11 verschillende locaties in 4 verschillende stadsdelen actief zullen zijn. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail, betaalverzoek of sms van een internetcrimineel trapt. Dus als je gegevens moet invullen, eerst checken. Als je geld moet overmaken, eerst checken. Als je op een link moet klikken, eerst checken. Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je op moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Tja, ik blijf het toch zeggen hoor. Oude stoelen, een kapotte kast of een oude oven. We hebben allemaal wel eens spullen waar we vanaf willen. Wist je dat je Grofvuil gratis kunt laten ophalen? De medewerkers van de Haagse Milieuservices rijden dagelijks met 21 verschillende wagens rond om al het Grofvuil in de stad op te halen. Ze verzamelen maar liefst ruim 500.000 kilo per week. Nee,
Grofvuil hoort niet naast de container. Maak een afspraak en de medewerkers van de HMS komen het graag ophalen. Dat zorgt ervoor dat we van zo'n Den Haag naar een schoon Den Haag gaan. Veel beter toch? Heb je spullen waar je vanaf wil? Maak dan een gratis afspraak. Ja. Oh ja. Het oude nummer kunt u verwijderen, knuffel. Nu €1.500 over. Astrid? Steeds meer ouderen worden opgelicht via een berichtje of een WhatsApp. Betaal nooit zomaar aan iemand die zegt dat hij bekend van u is. Bel diegene eerst op. Niet gebeld, geen geld. Kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. We waren bij de start van de Tong Tong Fair. Onze reporter Dennis was erbij. Het doet me plezier, zoals heel veel plezier, om vandaag te mogen bijdragen aan de opening van de Tong Tong Fair. Sinds de eerste editie in 1959, 2 jaar voor ik geboren, heeft de Tong Tong Fair zich ontwikkeld tot instituut van nationale betekenis. Met een uitstraling tot ver buiten onze landsgrenzen. En tegelijkertijd op en tot Maas. Een uniek voorbeeld van immaterieel erfgoed. Jaar hebben we op uitnodiging van Sikol een bezoek verbrengen aan de Tong Tong Fair. Dat was overigens niet mijn eerste kennismaking met Indisch Den Haag. En ik realiseer me dan ook terdege, want hier het Indische in vele opzichten een onlosmakelijk deel is van Den Haag. Het Indische, dat is natuurlijk de Indische cultuur, die sinds jaar en dag op de Tong Tong Fair in al haar uitingen te bewonderen, te ruiken en te proeven valt. Thank you.
Maar het Indische aspect van Den Haag, dat zijn ook de levens en familiegeschiedenissen van alle Hagenaars met Indische wortels. Het zijn die verhalen die mij en velen met mij steeds weer raken. Verhalen die onderdeel zijn van het grote verhaal van de geschiedenis van ons land en zijn voormalige koloniën. Gebied voor het vastleggen en opdragen van deze Indische geschiedenissen heeft Tom Tom Fair pionierswerk verricht. Met grote tentoonstellingen op de repatriëring na de Tweede Wereldoorlog, de toenmalige Parsel Haaland bezat begin jaren 90 aandacht in de leerde aandacht voor onderwerpen die de schietschrijvers tot dan toe voor het nederdeedings hadden laten liggen. De tentoonstelling onderschrijven die de Haagse auteur Suze Zijlstra op basis van Labu de voormoeders hier dit jaar presenteert, past helemaal in deze lijn. Thank you.
Denbaan is de slavernij in de Indonesische Eikenveld. In november mocht ik het onderzoeksrapport over koloniale en slavernijverleden van Den Haag in ontvangst nemen. En ik heb bij die gelegenheid al de slavernij in Azië benoemd, als over het feit dat de compensatieregeling voor slavenhandel in het Persisch gebied voor een deel werd gefinancierd uit de opbrengsten van het door Nederland aan de Javaanse boerenbevolking opgelegde cultuurstelsel. Lange tijd is de slavernij in de Indonesische archipel onderbelicht gebleven. Inmiddels is dat gelukkig veranderd en zijn er verschillende studies naar dit onderwerp verschenen. Het is zeer prijzenswaardig dat de tentoonstelling met deze tentoonstelling er aandacht voor draagt. Niet alleen als werkwaard aan dit herdenking zijn, maar ook als handreiking aan al die mensen met een Indisch achtergrond die willen achterhalen in hoeverre de slavernij werd doorgewerkt in hun familie. Van harte hoop ik dat deze 63 tentoonstelling niet veel bezoekers mogen trekken op alle dagen. En dat al de mensen hier op het baanniveau dat we even de Indische hoofdstad van de wereld voor geïnspireerd en verwoord raande. En bovenal mogen genieten van alles, maar dan ook alles wat de Pontonster te bieden heeft. Dank je wel. Maak je van Vreuslaaf, daarmee geeft het lid voelen wat onze Indische cultuur leeft. Mag ik zo even een kracht? En hierbij is de Tantonfair 63e editie officieel geopend. Yang telajang siliah jopinang tasimpan sadah di gambian talatak dalam carano bahantakan kehadapan bapak. Siliah sacabiak minta dimakan pinang sagayang minta digato. Nggak salamai samparono bak nantun minta dari kami. Thank you.
Dit was het voor nu. Geniet u nog even verder van dit weekend. Tot ziens.